Donderdagmiddag neemt ze afscheid van Jeugd in Beweging Plus. Bernard van Bree als manager binnengekomen. Nou ja, eigenlijk niet als manager, mevrouw van Bree. Want het begin bij uw komst eigenlijk hier in Helmond was heel anders. Het was zeker heel anders. Ik ben begonnen bij Jong Helmond Lekker Gezond. En als projectleider van een project hier in de binnenstad. In de Leonardusbuurt. En op eigen kracht naar gezonde toekomst. Ja, en dan ben je met dat project bezig. En dan zegt de gemeente Helmond van, goh, we gaan eens kijken of we Helmond gezonder kunnen maken. Nou, het was eigenlijk niet de gemeente Helmond. Het was echt het initiatief van verschillende partijen hier uit Helmond. Die zeiden van, nou, wij willen inderdaad Helmond gezonder maken. En wij beginnen bij de jeugd. En dat was Jong Helmond Lekker Gezond. En een van die partijen was Jip destijds. En omdat Jip ook echt, weet je, dat groeide. En ze zochten iemand die dat nog voor enkele dagen in de week op managementniveau wilde ondersteunen. En toen zei ik van, nou, dat wil ik nog wel doen. Dus sportiviteit bovenal? Absoluut, absoluut. Ja, ik heb zelf heel veel met sport en bewegen en gezond leven. Ik denk dat het gewoon heel fijn is om gezond te leven. En inderdaad om voldoende te kunnen sporten en bewegen. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Ja, maar ja, dan zijn er ook nog andere zaken. Want vooruitzien is regeren natuurlijk. En op een gegeven moment komt er een tijd dat je zegt van, goh, misschien zou het wel eens kunnen zijn dat ik ga stoppen. Dan moet je toch ook iets achter kunnen laten? Ja, dan moet je zeker iets achter kunnen laten. En het besluit is eigenlijk al een jaar of twee teruggenomen. Dat ik zei van, nou, eind 2022 lijkt me een heel mooi moment. Ik gun het ook weer de organisatie ook weer frisse energie, zeg maar, in het leidinggeven. Of toch, ja, ik noem het leidinggeven, vind ik eigenlijk een vreselijk woord. Maar een sturing geven aan de organisatie. Dus ieder moment vraagt weer een ander kaliber, zeg maar, aan vaardigheden. En ik heb natuurlijk de fusie gehad. Nou, dat hebben we er goed doorheen geloosd. En nu is er dan iemand anders om het dadelijk het stokje over te nemen. En wie is die iemand anders? Die iemand anders is Rob van der Wijst. Dus zij is al in 1 november begonnen. Dus dat was heel erg fijn. We hebben een heel fijn warme overdracht kunnen hebben. Wat ik heel belangrijk vind. Want ik vind dat eeuwig zonde als de kennis en de contacten die er zijn, dat die verwateren door een overdracht. Dus daar hebben we gewoon uitgebreid de tijd voor gehad. Dus dat was prima. En nou is het aan hem. En heeft hij dan dezelfde blik als Berbel van Bree? Ongetwijfeld een andere blik. En dat is ook heel mooi. En ik denk dat hij kan, weet je, we hebben een stevig team staan. Er zit enthousiasme in. En dat is denk ik heel belangrijk om mee te gaan werken. En dan is het weer aan hem om vervolgende stappen te zetten.